Zaterdagavond om 6:45 is het tijd voor RKC Ajax in speelronde 11 van de Eredivisie. En we beginnen natuurlijk met de quizvraag. Dat zijn de benen van de meiden die ze ver uit elkaar staan. Eriksen. Eriksen zelf, korte hoek, geweldig doelpunt. Christian Eriksen. Eriksen is niet de enige Deen die uit bij RKC mooie dingen liet zien. Welke Deense Ajax-ziet maakte in Waalwijk een hat-trick? Is dat A. Michael Laudrup? Is dat B. Dennis Rommedaal? Is dat C. Lasse Schöne? Of is dat D. Victor Fischer? Straks het antwoord. Afgelopen seizoen walste Ajax in Waalwijk over RKC heen. Hoofdrollen die middag waren voor Steven Berghuis en Sébastien Allaire. Ja, door wordt er gezegd, maar hoe dat komt. Nou ja, zo. En dan is hij binnen. Dan heeft Ajax de voorsprong. Tadić wacht en dan geeft hij hem af. Ja, deze is keurig uitgespeeld voor Ajax. Van heel dichtbij, niet te missen. Dat is een goede bal van Martinez. En dan uit de rebound wordt het hier uiteindelijk dan 0-3. Ja, zeker. Weer Berghuis. Neres bij de tweede paal. Bal daar binnengewerkt uiteindelijk. Ja, binnengewerkt is 0-4. Dan is het uiteindelijk toch een simpel doelpunt. Neres. Neres van de bal geduwd. Nee, mag dan toch nog verder. En dan is het 5-0. Dat is al met al een ruime overwinning voor Ajax. 30 jaar geleden mondde RKC Ajax uit in een spektakel van het Amsterdamse zijde. Daar is Dennis Bergkamp namelijk de man in vorm. En dat laat hij in Waalwijk nog maar eens even zien. Jonk met een mogelijkheid. Bergkamp kan vrij op Theoorn af en heeft de opening op zijn slot en doet dat bekwaam. Overmars, die met de bal sneller is dan Richardson er zonder. Bergkamp, mooi met de binnenkant, 3-0. Maar zijn mooiste kunstje bewaart hij tot het allerlaatste moment. Bergkamp, met een prachtig stiftballetje. Hij staat erbij, kijkt ernaar, kan er wel om lachen. En natuurlijk kunnen Van der Lem en Louis van Gaal daar breed om lachen. Deze week vertellen we het verhaal van Fernan Anita. Hier nog als jonkie op de foto met Brian Laudrup, broer van Michael Laudrup. En 7 jaar later maakt hij zijn debuut in het eerste. En dit is dan Fernan Anita, 16 jaar oud. Hij dus debutant in het eerste van Ajax vandaag. En daarmee staat hij nog steeds op de derde plek van de lijst jongste Ajax-debutanten ooit. Na Clarence Seedorf en Ryan Gravenberch. Anita is met zijn 1,67 meter dan nog niet de grootste. Hij is wel onverwoestbaar. Immers, Boussabon. Die is daar veel te laat. En het is een hele harde overtreding. En het is meteen rood voor Ali Boussabon. Radoslavljevic raakt erbij Anita. En dan komt er wel maar eens een kaart. Ik heb een paar rakenklappen gekregen. Maar ja, ik ben heel huis uit de wedstrijd gekomen en dat is belangrijk. Geeft je alleen maar kracht om nog een stap extra te doen, om ze nog bozer te maken eigenlijk. De man van staal scoorde niet veel, maar als hij scoorde, was het vaak ook een hele mooie. Oh, dat is een goede schijnbeweging van Fernan Anita. Mooie goal zeg. In de 58ste minuut van Fernan Anita, 4-2. Gaat Emanuelsson aan de linkerkant mee, maar Anita is zo snel dat hij het uiteindelijk zelf doet. En wat een paar minuten geleden niet lukte, is nu wel mooi afgemaakt door Anita. Via onder meer Newcastle United, Leeds United en CSKA Sofia belandde Anita in de zomer van 2020 bij RKC, waar hij, net als in zijn tijd bij Ajax, nog steeds de speler is die zich compleet wegcijfert voor het team. Met een 7e plek op de ranglijst is RKC het seizoen uitstekend begonnen. Topscorers bij RKC zijn Michiel Kramer en Ilias Belhassani, beide met 4 doelpunten. En naast Fern en Anita komt Ajax zaterdagavond nog 2 oude bekenden tegen. Florian Jozefsoon en Pelle Clement.
We sluiten natuurlijk af met de quizvraag. Want welke Deense Ajaxiet scoorde uit bij RKC alleen zijn hattrick? Hij eist die bal ook veel minder op. We kijken wel naar Laudrup. Laudrup! Tja! Weer zo'n schitterende goal. 3-3. Hoe buit Ajax dit uit? Hoe buit Ajax dit uit? Ja, dit is mooi. Dit is een team met een griffel voor Laudrup. Corré, hakballetjes goed. Laudrup, Laudrup. Tja. Zaterdagavond om 6:45 in Waalwijk, RKC Ajax.